Zo, lieve YouTube-kijkers van de stofjes. Je ziet het. Word de body. We zitten nog in het vakantiehuisje. Ik heb daar straks even wat oefeningen gedaan. En nou ben ik eigenlijk net eventjes lekker in de sauna geweest. Hier hebben ze een lekkere sauna. En die heb ik meteen eventjes achteraan gepakt. Oh, is dat lekker zeg. Daarna een badje. Met zo'n bruisbal erin. Zo'n jetstream. Oh, heerlijk. Eventjes lekker. Watertje. Eventjes lekker in het bad geweest. Lekker ontspannen. Na de inspanning. Ik heb niet veel gedaan. Ik heb geen hardlopen gedaan. Ik was wat laat wakker. Maar toch wel even wat dingen gedaan. Ik ben in ieder geval niet op mijn kont gaan zitten. Buikspieroefeningen gedaan. En dat dus. Nou, ik was deze week natuurlijk weg. Ik heb wel iets van voetballen meegekregen. Maar niet alles. Dat de eerste wedstrijd gelijk was. En dat de tweede wedstrijd ik geloof met 4-1 of zo, 5-1 gewonnen is. Maar ja, dan toch ook weer. Het jammer daaraan is geblesseerden. Krijgt uiteindelijk dan toch weer te maken met geblesseerden. En natuurlijk, een voorbereiding bestaat uit voetballen. De mogelijkheid dat. Het liefst heb je ze niet. Zo, eventjes een. Nou, kijk, we zitten hier aan zo'n veld met allemaal huisjes. Allemaal grote gezinshuizen waar we zitten. Dus ja, dit is lekker. Even een weekje weg, een weekje ontspannen. Zoals ik al zeg, ik heb net lekker. Zo. Gaat dit? Nee. Gaat dit? Oh. Oh. Ja, dit gaat. Oh. Zoals gezegd, net even wat oefeningen gedaan, weken vakantie, weken rust. Oké, daar kom je misschien niet helemaal toe aan hetgeen wat je wil met hardlopen. Ik heb van de week wel hard gelopen. Dat was er eentje. Dat was even aanpoten. Wat ik overigens wel merk, is dat ik door deze week nu veel minder last krijg van mijn voeten. Dus dat is eigenlijk ook wel positief dat ik daar in ieder geval geen tot nauwelijks last van heb. Ik loop bij een heel lang op slippers en ondanks dat ik op slippers loop, dan heb ik er nog geen last van. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje verbazingwekkend. Ik heb overigens wel nieuwe sportschoenen gehaald en hoop dat even beter is voor zeg maar dagelijks gebruik. En dat. Dus dat buitenlopen, als het zo goed gaat, dan kan ik dat thuis ook oppakken. En dat moet. Het moet echt, want als ik zie. Niet goed. Maar goed, uiteindelijk kun je ook zeggen, het is vakantie, kan ik beter nou even een beetje van genieten. En dan dadelijk als ik van de vakantie terug ben, weer proberen om weer eens wat kilootjes eraf te halen. Ik denk dat het nodig is, want het ging zo goed. Ik heb mij voorgenomen, wat ik al zei, veel eerder, 2 jaar terug. Ik wil niet meer boven de 100 kilo uitkomen. Ik hoop dat ik er nog onder zit. Zit ik er boven, dan moet ik er sowieso aan. Zit ik onder, dan moet ik er ook aan. Want ik wil weer terug richting, toch weer richting de 93.
ik heb gemerkt dat dat voor mij een van de meest ideale gewichten is. Qua lengte, bouw, leeftijd. Ik was daar in die periode echt een stuk fitter dan wat ik nu heb. Nu ben. Ja, natuurlijk heeft het ook te maken met wat omstandigheden. Of dat je eigen prettig voelt, ja of nee. Dat is natuurlijk ook een dingetje. Maar goed, alles bij elkaar zal ik na deze week toch een beetje aan moeten gaan trekken en proberen weer even dat op te pakken wat ik toen heb gedaan in corona. Ik weet dat het wordt lastig, hoe raar het ook klinkt. Meestal de meeste mensen, tenminste wat ik begrijp, gros, mag ik het anders zeggen, is ondanks dat de corona was toch aangekomen, ik daarentegen juist niet. Ik was juist afgevallen. En waarom? Omdat je allerlei dingen niet kon doen. Voetballen, zoals ik al een keer heb aangehaald. Je ging net voetballen toen je was klaar. Jongens gingen omkleden en je ging direct naar huis toe. Je kon niet naar de kantine toe om bij spreken een biertje te pakken of nootjes of iets dergelijks. Dus dat ging allemaal niet. Op zondag met de competitie, zondagmorgen bij het ontbijt. Dat was er dus niet. We mochten geen ontbijt doen. En dat was toch wel iets apart. Dan ging je thuis eten. Dan ging je het voetballen doen. Je ging het voetballen doen. En je kon natuurlijk ook later aankomen omdat je het ontbijtje niet had. En je ging naar het voetballen toen je deed het voetballen. En je nam van thuis uit nam je wat mee. En toen we in ieder geval weer mochten voetballen. Dus ja, dat zijn dan van die dingetjes. Oh. Hallo. Je bent aan het bellen. Ik ben niet aan het bellen, ik ben een vlogje aan het doen. Oh, dus, dat dus. Afvallen moet weer gaan gebeuren. Want. Paul. En als het een beetje mee zit, doet mijn vrouw ook mee. Die moet er ook aan gaan geloven. Dus, happy. Goed, nou, bij deze ga afsluiten. Tot de volgende keer. Even een duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal. En dan tot de volgende zondag. Als het goed is. Ik kan weer beginnen. Ik zeg tjoe.